Hoe komt het dat ik zoveel mensen in Balk spreek die een soort onderbuikgevoel hebben van, worden wij wel gehoord in Jouden? Ze vragen zich daarnaast ook af of er voor hun kinderen betaalbare woningen beschikbaar komen. En waarom is er besloten om bij de renovatie van het centrum van Balk de levensloopbestendige woningen te schrappen? Weg doorstromen op de woningmarkt. Dat kan toch echt anders? Als ik om me heen kijk, zie ik veel mensen die zich inzetten voor een ander. Als vrijwilliger of mantelzorger. Dat is mooi. Maar wie bekommert zich om hen? We mogen deze mensen niet aan hun lot overlaten. We moeten zorgen voor een gemeente die hen begrijpt en ondersteunt waar dat nodig is. Een jaar geleden stonden we hier met elkaar voor het behoud van het eindje van de Daam. En dat is gelukt. Maar er moet en kan meer gebeuren. Het gemeentebestuur is van het volk en voor het volk. Het is tijd voor een nieuwe koers. Tijd om te investeren in onze dorpen, in het onderwijs, in onze verenigingen, in werk, zorg en duurzaamheid. Ik, Wietse de Haan, vind het tijd voor de Partij van Arbeid. En dat kan. Want samen maken we de Fryske Marne.